Hey, hoe is het? Dit is Astral Thunder hier en super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe serie van mij op dit kanaal. In deze serie ga ik jullie uitleggen hoe jij een Minecraft server moet runnen. Ik weet namelijk dat er tot op de dag van vandaag nog steeds mensen zijn die aan het struggelen zijn met het hosten van hun eigen Minecraft server. En ik ben ook zeker weten bereid om jou, de persoon die deze video heeft aangeklikt, omdat hij waarschijnlijk een server wilt hosten, te doen. Of zo, geen idee. Echt heel erg goed Nederlands was dat. Nee, maar even serieus. Ik weet dat er nog steeds heel veel mensen zijn die hiermee aan het struggelen zijn. En ik wil gewoon heel graag mijn hulp aan jullie aanbieden. Dus laten we daar maar gewoon mee beginnen. Ik heb alvast een Minecraft servertje aangemaakt, zodat ik dit even kan doen. Ik zal hem even erbij pakken. Dit hier is waar wij voornamelijk in zullen gaan werken. Het Minecraft server mapje. Trouwens, dit werkt voor het grootste gedeelte op bijna elke Minecraft server die je host. Of je nou host op een 24/7 server hosting of gewoon op je computer zelf, werkt allemaal hetzelfde. Layout is misschien anders en zo, maar ik kan je bijna garanderen dat het voor het grootste gedeelte gewoon hetzelfde werkt. Mocht het niet zo zijn, ligt het waarschijnlijk aan de host. Maar goed, laten we maar gewoon even beginnen met daadwerkelijk de server joinen. En dat doe ik gewoon door heel eventjes localhost in te tikken hier. En als we dan uiteindelijk ingelogd zijn op onze server, dan ga ik jullie laten zien hoe het allemaal werkt hier. Dus, om te beginnen, welkom in je eigen Minecraft server. Dit is waar jij vervolgens al jouw shit op moet gaan doen. Dus het eerste wat ik heel even wil gaan doen is zo eventjes naar mijn console gaan. En dan moet ik even mezelf OP geven. OP, de Astral Fury. En ja, dat moet je echt in de console doen. Er zijn server hostings die dat alvast voor je regelen. Die vragen om je Minecraft naam. Zodat ze je alvast OP kunnen geven voordat je überhaupt op je server komt. Wat natuurlijk hartstikke handig is, voor als jij een server wil hosten, dat je even niet die extra moeite moet doen om jezelf even OP te geven. Nou, wat houdt OP eigenlijk in? Nou, OP staat eigenlijk gewoon voor operator. Dus oftewel, jij bent de baas over je Minecraft server. Geef iemand OP, is die persoon voor het grootste gedeelte de baas over jouw server samen met jou, de eigenaar van je server. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Tenminste, dat is hoe ik het uitleg. En of je het ook op die manier zou kunnen zien, ik heb geen idee. Dit verslaat alweer helemaal nergens op. Maar goed, wat je dus OP allemaal kan, dat is eigenlijk gewoon vrij simpel. Ik ga daarvoor al eventjes naar mijn console toe. En wat ik eventjes in de console ga doen is, ik ga even een vraagteken intikken. Enter. En deze enorme lijst aan commands, dit is wat jij als OP allemaal kan. En natuurlijk zijn er nog veel meer andere dingen die je kan doen als OP zijnde. Dus, mogelijkheden zijn praktisch eindeloos. Wat ik kan doen is onder andere, ik kan even de difficulty veranderen naar 0. Dat is dus peaceful. Hoppakee, dat is ook weer even mooi gedaan. Ik kan naar game mode creative gaan. Ik kan mezelf weer even terug in survival zetten. Ik kan slash fly doen. Dus dan kan ik nu gaan vliegen. Ik kan praktisch alles doen wat je kan bedenken op een Minecraft server. Zijn we trouwens gespawnd op een freaking eiland. Dat is wel nice. Je ziet ook in de tussentijd in de chat zie je broadcast. Plugin bij Kingdom 24. Dat is eventjes iets wat ik een andere keer even wil laten zien. Dat is, zijn namelijk ook verschillende plugins die je kan doen. By the way, alles wat ik nu aan het doen ben, slash fly en zo, dat kan je niet doen zonder een bepaalde plugin. Daarvoor heb je namelijk essentials nodig. Nou, wat zijn plugins? Nou, plugins zijn eigenlijk dingen die het hosten van je Minecraft server eigenlijk een heel stuk makkelijker maken. Dat is eigenlijk gewoon de enige manier waarop ik het kan gaan uitleggen. Er zijn verschillende plugins die je kan gaan gebruiken. Er zijn onder andere dus de Essentials plugin, waarmee je dus al die commands kan doen. Simple Broadcast kan gebruikt worden om automatisch een broadcast in je server in te stellen. ClearLag wordt gebruikt om verschillende entities op je Minecraft map te verwijderen.
om een bepaalde tijd. Core Protect kan je gebruiken voor dingen zoals rollback. Het kan gebruikt worden om te zien wie wat waar heeft gesloopt of heeft geplaatst en dat soort dingen. Dus er zijn echt verschillende soorten plugins die je kan gaan gebruiken. Er zijn zelfs plugins die verschillende operators wel eens gebruiken om even andere spelers mee te gaan trollen. Dus dat soort dingen zijn er ook gewoon allemaal beschikbaar op het gebied van server plugins. Server plugins zijn ontzettend handig om te hebben voor als jij een server wilt gaan hosten. Want zoals ik al eerder zei, maakt het hosten een heel stuk makkelijker. Tenminste, als je weet hoe je ze moet gebruiken en welke plugins je ook daadwerkelijk moet gaan gebruiken. Ik zit al een hele lange tijd aan Minecraft servers te werken, dus ik weet al ongeveer welke plugins ik wel moet gebruiken en welke ik niet moet gebruiken. Maar ik weet dat er nog heel veel mensen zijn die gewoon aan het zoeken zijn naar de juiste plugins om te gebruiken voor hun Minecraft server. En dit soort glitches heb ik nog niet eerder gezien op een Minecraft server. Waarschijnlijk komt het gewoon omdat ik momenteel en aan het opnemen ben en een Minecraft server aan het hosten ben en Minecraft aan het spelen ben. Vraagt nog best wel veel van je PC. Blijkt. Maar goed, plugins zijn gewoon ontzettend handig om even erbij te hebben. Wat ik even wil gaan doen is, ik wil even van mijn server af. En dan gaan we heel eventjes het volgende doen. We gaan even de server uitzetten. Dat doe je gewoon even door stop te tikken in de console. Want dit is namelijk je server console waar je in gaat werken als je een server hebt. En dan gaan we eventjes naar de tutorial server terug. Nou, je hebt hier verschillende bestanden waar je in kan gaan werken. Alle JSON bestanden, de OP's, de band IP's, de band players, etc. Ik zou zeggen, blijf daar vooral van weg. Daar hoef je verder niks aan te veranderen. Waar je wel even naar moet gaan kijken is dit. De server.properties. Deze gaan we wel eventjes openen. En deze ga ik dan vervolgens even openen in WordPad. Normaal gesproken zou ik zeggen, gebruik WordPad, gebruik Notepad++. Maar ik gebruik nu gewoon even dit. Dit zijn al je server instellingen. Dus oftewel, dit is waar het merendeel van je server op zou gaan letten. Allow flight, false, dat soort dingen, al dat deze shit. Dit is eigenlijk gewoon alles wat default is op een Minecraft server. En alles staat default zoals het nu eigenlijk staat. Ik heb hier verder niks aan gedaan voordat de opname überhaupt begon. En hier kun je eigenlijk gewoon lekker aan lopen kloten wat je wilt. Zorg er alleen wel voor dat je server wel een soort van goed blijft werken. Message of the day, dat is eigenlijk gewoon dit gedrocht hero. Dit bericht wat hero op de meeste Minecraft servers in beeld komt te staan. Heeft voor mij in dit geval niet heel erg gek veel zin om even in te stellen. Want ik doe het allemaal via Direct Connect, die Minecraft server hosten. Spawn animals is eigenlijk gewoon dieren spawnen. Varkens, koeien, etc. Allow nether kan je aan en uitzetten. Ik zou zeggen, kloot hier gewoon een beetje aan als je wilt. Kan je allemaal gewoon even lekker doen. Verder zijn er ook nog een heleboel andere dingetjes die je kan gaan doen. Dit zijn namelijk mapjes waar je serverwereld in komen te zitten. Verwijder een van deze en je wereld wordt volledig gereset. Dus is vooral even een goed ding om even op te gaan letten. Verder heb je hier de EULA. Dat zijn eigenlijk gewoon de voorwaarden voor het hosten van je eigen Minecraft server. Niet heel erg belangrijk. Het is allemaal best wel straightforward en je kan hier gewoon lekker mee gaan spelen als je wil. Maar ik zou gewoon zeggen, laat voor de rest alles zoals het staat, behalve dan de properties. Ik raad wel aan om daar even naar te gaan kijken wat je daar allemaal mee kan gaan doen. En zorg er vooral voor dat je een beetje goede plugins hebt om je Minecraft server mee te gaan hosten. Wat je allemaal kan doen met verschillende plugins ga ik allemaal laten zien in deze server. Dus blijf er vooral bij als je meer wilt weten over Minecraft servers. Als je meer wilt weten over Minecraft servers, dat kan door even een duimpje omhoog te doen op deze video. Te abonneren op mijn YouTube kanaal en even de bel te luiden. Zodat je nooit geen video meer van mij hoeft te missen. En zodat je dus ook nooit meer zo'n video als dit, een server tips video, hoeft te missen. Dat gezegd hebben, ik wens jullie allen een prettige dag verder. En ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Astral Thunder out.